neemt je mee naar de legendarische 97-2. Dit uur met Michiel van der Brugge. Computer.
het jaar 1986 met deze plaat van Agostino Presta. Oftewel, zoals de man mogen heten, Ago. En ik kan me nog herinneren dat ik deze plaat in een koffertje douwde met Tom Hooker, Thomas Beecher erbij met Looking for Love. En toen op weg was naar Hilversum om daar bij Ferry Maat in de Soul Show al die Italo-disco plaatjes toen te laten horen in dat jaar 1986. En toen heeft hij Tom Hooker gedraaid, maar dat is het verhaal wat je waarschijnlijk al lang weet. En als je het nog niet weet, dan heb ik het nu weer even voor de zoveel duizendste keer verteld. Nou, fijn dat je erbij bent. Dit is de Freewheel Show hier op deze maandagavond. En dat betekent dat jij daar aan de andere kant van de radio gewoon kan zeggen, ik wil dat eens horen, of ik wil dat eens horen. Geef die suggesties door hier in de chat van Radio Stad Den Haag. Kom er gezellig bij, we hebben nog veel te weinig. Nou, er veel te weinig verzoekjes nog. Alleen Paulus is zich helemaal gek aan het tikken. Met onder andere Eddie Huntington, USSR, Tina Cousins met Killing Time en Tobo en Roby met Under the Eyes. Maar eerst even deze. Ik zou zeggen, gooi je kleren uit. Hier is Jermaine Stewart. Close off to have a good time. Je hebt niet altijd dat je zonder kleren moet gaan staan om een leuke tijd tegemoet te gaan. Kan ook met kleren aan namelijk. Ja, leuk. Maar daarna gaat het natuurlijk waarschijnlijk ook wel een keer een beetje uit. Hè? Als je de kleren aan hebt, de kleren uit en de kleren aan, krijg dan maar de kleren. Weet je wat ik ook natuurlijk zeg. Jermaine Stewart, helaas niet meer onder ons, aan AIDS overleden. Toen in die tijd, ja, dat ging toen heel snel. In de jaren 80, denk maar Patrick Cowley, denk maar Sylvester. Allemaal aan AIDS overleden.
Nou, deze ook voor jou, Paulus. Jij bent de enige die hier in deze chat echt een beetje de suggesties doorgeeft. Maar dat mag jij natuurlijk ook doen. Kom in de chat van Radio Stad Den Haag en geef het mij door, jongens. Ik doe dat niet voor mezelf, ik doe het echt voor jou. Jij bent belangrijk hier op de radio, want als jij er niet bent, dan zijn wij er ook niet. Dat is heel simpel natuurlijk. Want ja, daar heb je niks aan als je voor je eentje kennis op de zolderkamer gaat zitten. En dan kun je daar een dingetje maken. Nou, Paulus, je bent lekker bezig, man. Hey, oh, lekker gevarieerd ook, dit moet ik zeggen, hoor. Dat was even kort. Ja, deze prachtige plaats van natuurlijk Tina Cousins en The Killing Time in deze Bunny Mix. Dat voegt deze Paulus om hier op Radio Stad Den Haag. En wij draaien wat jij precies wil, dames en heren. Gisteren ook al gedraaid, maar ja, dat maakt niet uit. We zijn een aantal uren verder en als je een aantal uren verder bent, mag je hem gewoon weer een keer halen. Zo simpel is dat. Ja. Zometeen nog Deep Edge Mode zie ik hier staan van DJ Elroy, 8 Wonder. Ook leuk, I'm Not Scared. Ricardo Campa, die komt ook nog bij Ticento. Niet Mattia Bazar, maar van Scooter. Nee! Reflex, The Politics of Dancing. Goed man, hey. Ja, tekenen ze een hele goede plaat trouwens. Raoul Limogin. Dat is een plaat die een beetje natuurlijk georiënteerd is op het vallen van het kabinet hier in Nederland. En doen! Oh, we gaan even lekker hardcore met Million Miles From Home. Maar eerst voor jou deze, zing maar mee. Ho, ho, Eddie Huntington. Take it.
Tom, ja. Man is leraar, leerkracht, mag ik zeggen. Vernomen is dat onze Mark Rutte, die gaat ook leerkracht worden. Weer, is hij van plan. Nou, hij is het ook. En Marcello is het ook geweest. Dus vandaar. Dat we ook Eddie Huntington even draaiden in verband met Rusland-Oekraïne, hoorde je deze plaat het heet in de USSR, hier in de Freewheel Show. En luister hiermee naar de Beatmasters. U luistert naar Michiel van der Brugge.
diverse beatmasters en Merlin die er ook bij zat. Dat plaatje werd eigenlijk een beetje gesuggereerd door Jerry van Bokstel, die waarschijnlijk het geluid niet hoort, maar wel een beetje mij ziet bewegen. Misschien is hij aan het werk, dat zou kunnen. Ja, die is ook wel eens s'avonds aan het werk. Maar who's in the house? Ja, who's in the house? Jij bent in the house hier. Jij bent erbij. Zometeen nog ook Scooter gaan we draaien met Ticento. Je kent wel het Mattia Bazar gehalte, maar dan in de Scooter-versie. Nou, hoe lekker is dat, hè? Maar dit vind ik ook helemaal niet een verkeerde suggestie. Hier zo in de chat gegeven in deze Freewheel Show. En dit is ook, ja, dit is Rick Astley. Rick Astley. En natuurlijk Lisa. En When You're Gonna. Lisa Fabien, zoals ze heet. Paal is geschreven en gemaakt onder andere Rick Astley en ook natuurlijk Phil Harding. Dat zijn toch wel bekende namen die je in de wereld van deze disco tegenkomt. En natuurlijk ook de namen zoals Stock, Aitken en Waterman. Ja, die waren er natuurlijk ook helemaal in vastgebonden, zeg maar. Nou, dat was die Rick en Lisa, When You're Gone. Fijn dat je deze plaat eens aangevraagd hebt, want die hoor je niet zo vaak op de radio, denk ik. Nee. Straks nog Scooter hoor, we gaan een videofilm ervan draaien. Je mag alvast naar boven komen, dan kun je ook in de chat komen. En dan kan je ook zeggen, wat joh, Gielemans, heb jij misschien een leuk plaatje voor mij die ik nu even wil laten horen hier op de radio? Ja, kan. Is allemaal mogelijk. Freewheel Show is freewheelen, zoals het heet. We hebben deze show voor bedacht. Dat was een beetje ook een opwarmer voor de Eventi d'Azzurro.
zometeen weer op je radio. Straks vanaf 9 uur met Marcello. Speciaal vanuit Brabantia komt hij dan hierheen gereden. Met veel plezier. En we gaan vanavond ook afscheid nemen van Andrea. Want die gaat weer terug naar Italië, jongens. We got the message. Politics of Dancing. En dat is, ja, het is een spel. Dat wisten ze toen trouwens ook in 1983 ook al, deze Reflex. Die zeggen, ja, het zijn allemaal... Het is één groot theater, weet je wel. Het is allemaal lekker de Politics of Dancing. Nou goed, dat is de politiek. Laten we het er verder maar niet over gaan hebben. Maar ik blijf erbij dat het gewoon een, ja... Je moet maar zeggen, een soort theater is. Toneelstuk. Je weet het hoe het is. Ze zeggen alles, maar ze doen weinig. Maar daar ben je zelf ook wel achter gekomen. Hoop ik althans. En zo niet, dan ook niet. Dat is een andere kant. Goed, we krijgen nog leuke dingen binnen hier bij de radio. Hier in de chat van Radio Stad Den Haag. Kom eens even er gezellig bij, jongens. Kom hier. Thomas Azier wordt ook nog gevraagd. Berlin. Ik schrijf alles op hoor, jongens. En Katja Google, turn your back on me. Oké, dat is even turn your back on me. Ja, ik kan ook gaan bekken dan of zo. Deze man is toevallig jarig vandaag. Hij is van 1950. Nou, ik ben van 1962. Dus hij is 12 jaar ouder. Ik ben 61. 12 jaar daarbij, dan is hij 73. Jongen, wat een leeftijd. Maar hier is de Greg Ginn Band. And I love you, Jeopardy. Where were you? When I needed you? Well, you could not be found.
Party. Wat zou dat eigenlijk zijn? Wat is een jail party? Jay, is dat een... Geen flauw idee. Nee. Kan natuurlijk ook een... zijn, maar... of een... Dat kan ook zijn natuurlijk. Ja, dat weet je allemaal niet. Nee. Wat is een jail party? Het kan ook een luipaard zijn. Ik zit maar gewoon even een beetje na te denken. Leuk dat je trouwens nog in de chat zit. En er wordt een beetje gepraat over een hoofdtelefoon. Nou heb ik er zelf ook wel een aantal hier liggen. Maar goed, het zijn andere hoofdtelefoons die je kan gebruiken voor je mp3-faaltje een beetje na te luisteren. Want het is heel iets anders. En de ene zegt, ik vind JBL lekker klinken. De ander zegt, ik vind Sony lekker klinken. De volgende vindt Bose lekker klinken. Ja, dat is natuurlijk smaak, zeg ik altijd maar. Ja, je kan moeilijk adviseren als je verkoper bij een BCC bent. En je bent er maandag niet. En dan Paulus komt even langs. Die zegt, ik wil even lekker een koptelefoon bij komen kopen. Nou, maar morgen ben ik er, Paulus. Dus dan ben ik gewoon weer aanwezig. Het blijft gewoon een smaak. Blijft dat gewoon. Ja. Het blijft een smaak wat het is en welke hoofdtelefoon je hebt kopen wil. Nou, we gaan dus even op de draf, jongens. Kom op. Ja, laat ik weer hoor. Hartstikke huppatee. Ride the white horse. Een leuke videoclip voor je hier bij de radio. Ik zou zeggen, kijk er even naar, joh, want het is toch even geinig dit. Ik heb Mathieu Bazar nog wel. Chelsea Verdi zal zich omdraaien. Maar goed, hier is die Cento. Maar dan van deze heren. En ik vind ze zeker niet slecht. Ik hou er wel een klein beetje van. Doe eens even mee met Scooter! Hier is T. Cento. La parola non ha né sapore né idea, ma due occhi lo Yeah.
Brugge van Olympus. Krijg ik even door dat Jail Part, die wat we net draaiden van de Greg In Band, dat dat een Amerikaans game show is. Ik dacht eens dat het een beest was, maar dat was het niet. Het is een Amerikaanse game show in Amerika, denk ik ook. Het gaat nog steeds over de koptelefoon. Ja, jongens, geluid is wat ik altijd blijf zeggen. En dan zeg ik die fantastische Erik Holzhauer, die ook heel veel verstand van geluid heeft. En vele mensen zullen dat zeggen. Geluid is smaak. Wat jij ervan vindt, is wat jij ervan vindt. En dat moet je gewoon kopen. En dat moet je dan mooi vinden. Media is een... Nou, goed, wil ik nou niet te hard zeggen. We hebben altijd liever dat je de bussen ze koopt, natuurlijk. Altijd liever. Dat is altijd leuk. Je werkt er niet voor niets. Hè? Ze betalen je salaris. Dus ja, dat moet je wel. Goed, hoe vond je deze scooter? Ja, dat is dan weer een beetje iets wat ik dan hier in de chat ook lees. Dat sommigen zeggen, nou, gebruik het origineel maar van Mattia Bazar. Dat kan ik begrijpen. Maar goed, dit is er ook eens een keertje heel erg gaaf om te horen op de radio. Hier in de Freewheel Show. Hou even nog 6 augustus in je agenda. Zet hem maar alvast vast. Want dan kan je een uur lang tussen 7 en 8 op de zondagavond lekker een beetje happy hardcore horen. Want dan hebben wij hier in de house de enige echte Ramon Roelofs. Ja, die hebben we in de house. Ramon Roelofs. Dan zou je wel vragen, wie is in godsnaam Ramon Roelofs? Ja, sommigen weten het wel, maar dat is weer niet altijd. Dat is Charlie Lownoise van Mental Tio. Die komt hier dan even gezellig langs en gaat dan een uurtje lang jou weer prepareren met de lekkere happy hardcores die er altijd nog in zijn. Een setje heeft. Ja, dat is toch leuk? Nou jongens, dit is dan even weer een moment van rust in dit programma. En als je aan het eten bent of als je net bekomen bent van het eten, nou, smakelijk eten nog dan. He's to be loved. Is it right or wrong? Try to find a place we can all belong. Be as one. Try to get on by. If we unify, we should really try. Best.
Song to Cara. Right now. In een sweet harmony. In een lekker harmonieus, lekker met elkaar. Ach, heerlijke dingen erbij natuurlijk. Oh, lekkere dingen waar je helemaal high van kan worden. Het was hier dan, The Beloved. Wat een mooie plaat is het eigenlijk. En dat heette dus de Sweet Harmony. Nou, goed. Het is nog steeds Freewheel Show hier voor jou op de maandagavond. En deze maandagavond zitten we alweer op de 10e juli van het jaar 2023. We hebben zometeen nog wat platen, maar als je nog suggesties hebt omtrent deze avond tot en met 9 uur, dan kan je natuurlijk even lekker komen in deze leuke chat hier. Want och mensen, wat gaat dat hard weer. Ik kan het amper bijhouden hier. Maar dat vind ik alleen maar weer leuk om dat te weten. Dat gaat nu over een hoofdtelefoon. Alleen de keuze bij Mediamarkt is groter dan bij BCC. Ja, dat klopt. Maar Mediamarkt gaat ook kleiner worden. Het wordt ook kleinere keuze. Er komen minder artikelen in de winkel. Dat is gewoon de toekomst van de retail. Het gaat ook zo komen dat er komen steeds minder mensen naar de winkel. Kijk maar naar Code 71 die gewoon lekker bij of Ali of bij Bali of bij de bol.com'tjes bestelt. Ja, dan krijg je dat de winkels straks op dat moment het ook niet meer aan kunnen. De kleine winkeliers zullen daar heel veel moeite mee krijgen. Je ziet er al heel veel wegvallen in de winkelstraten. Zoals in Den Haag ook, weet je, de Spuistraat. Er zit bijna geen winkel meer in. En dat krijg je er ook niet meer in ook. Want ja, mensen shoppen niet meer. Mensen gaan niet meer gezellig een dagje shoppen met z'n tweeën. Dat doen ze niet meer. Het is lekker op de bank zitten. Het kan heel makkelijk. Het kan via een computer. En dat begrijp ik ook wel. Maar goed, dan moet je ook straks niet gek staan te kijken dat je, als je inderdaad een winkel binnen zou willen gaan wandelen, dat er geen winkel meer is. Dat is dan weer de andere kant van het verhaal. En de keuzes worden kleiner, hoor. Ik geef je het nu alvast op een boterhammetje. Ik weet er toevallig alles van omdat ik er zelf in werk. Maar echt, de keuzes worden steeds kleiner. En wat we op voorraad hebben, wordt ook steeds kleiner, kleiner, kleiner. Nou, nog 14 dagen dan vakantie, zegt Code hier 71. En ik heb 5 jaar geleden een beveiliger in een worp op zijn rug gelegd. Nou, dat is lekker, John Oorschot. Ja, dat zijn van die dingen dat ik denk van, huh? Maar goed, door met de show hier. We gaan eens even naar Topo en Robbie met Under the Eyes. En dat plaatje begint zo gek dat ik denk, laat ik hem maar eens even weer gek laten beginnen. Welkom hier, Freewheel Show. U luistert naar Michiel van der Brugge. Year 2106, May 13th, from the Roblox Diary. I decided to store my history in my computer memory. But recalling it made me very sad. I tried to oil my circuits to remember better. But I found a little with that beyond planet Earth that you managed online. And now, I feel much better. I think I will take some more. Yes. I'm
goed naar deze plaat luistert uit 1984... dan is het zo toch al het idee dat je toch al een beetje de sound herkent. Ja, zeker als Italo-disco-liefhebber herkent toch deze sound van deze Topo en Roby. Terwijl iemand hier ook zegt, ik zou aardig onder die ijs willen liggen op dit moment. Nou, ik moet zeggen, ik vind deze temperaturen geweldig. Ja. Niet te warm, niet te koud, zit er een beetje net tussenin en daar hou ik van. Kijk, als het 30 graden gaat worden in Nederland, dan vind ik het niet leuk. Dan is het gewoon een beetje, dan is de luchtvochtigheid is dan veel te hoog en dan krijg je het alleen maar benauwd van. Nou, wie hebben dit nou gemaakt? Dat zijn het echtpaar wat nog steeds heel verliefd op elkaar is. En wat nog steeds met elkaar alles doet waar ze zin in hebben natuurlijk als echtpaar zijnde. Dat is Aldo Martinelli en Simona Zanini hebben deze plaat geschreven toen in 1984. Leuk hè? Wat fantastisch. Vandaag is niet alleen Greg Ginn van de Greg Ginn Band jarig. Maar deze man is 69 jaar geworden. Een van de mensen die nog steeds optreedt. Want ze treden nog steeds op als natuurlijk de Pet Shop Boys. Ik heb eens gekozen voor deze plaat. Neil Tennant, gefeliciteerd. En hier is Pet Shop Boys in Suburbia. Along the high street, where the dogs run, roaming suburban boys. Mother's got a hairdo to be done. She says that you owe for toys. With a felt pen in this suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban spell. Let's take a ride along with the dogs tonight in suburbia. You can ride along with the dogs tonight in suburbia. Favorite record of the Pet Shop Boys. The Suburbia. This is a remastered version of 2023. Thanks to Ewald Green, who made this possible. And the sound is very, very nice. Of this one. Yes, the sound of the Pet Shop Boys. Let's go to a movie. Yeah, let's go to a movie. Movie, yeah. Ik ben bevriend met die man op Facebook. Ik heb hem nooit ontmoet, maar het is een hele aardige man, lijkt mij zo op afstand. Ricardo Campa, zoals deze man wel geheten.
En kijken we vandaag een heel leuk filmpje. Lekker middeleeuws, dames en heren. Hier is Cyborg Woman. Uit Italië, woont tegenwoordig in Polen. Deze Ricardo Campa, zoals we deze man mogen heten. En ik zit even een beetje te onderzoeken dat ook een man die Savino DJ heet. En Savino heet natuurlijk voluit, zoals we dat misschien wel van je weten, Enrico Giuseppe Savino. Dat is zijn officiële naam. En dat is de grote vriend ook van dit radiostation. Heerlijke man trouwens. En lekkere Italianen, daar hou ik van. Italiano. Ah, Rico was dat inderdaad. Die heeft ook een plaatje trouwens gemaakt. Laten we dat zo zijn, ja. Die heeft een plaatje gemaakt. Althans, ook van het album van deze man. Van deze Ricardo Campo. En deze is trouwens verschenen. Dat album, dat is in 2011 gemaakt. The Italian Way heette dat album. Dat is een intro die erin heb zitten. En er zit ook een nummer in, dat heet Casanova. Die vind je ook op deze LP terug. En dat is dan, zo gedaan, ook geproduceerd, gearrangeerd
door die geweldige Savino-DJ. Ik weet haar is bescheiden. En ook een man, die heet Mark Kolodensky. Kolodorisky. Die heeft de hele productie van deze hele LP toen in handen gehad. Hebben zoveel mensen aan meegewerkt. Jeetje, Mina. Dat zijn er best wel wat geweest, zeg. Hij kan al die namen wel gaan opnoemen, maar daar heb je ook geen reet aan natuurlijk. Ja, veel liever dat jij even in de chat komt van dit radiostation. Want zometeen om 9 uur beginnen we natuurlijk ook met Eventi dat Zuro. En ik zou het ook weer zo gaaf vinden, deze Freewheel Show. Geef nog even wat suggesties door. Doe dat even via de chat van jouw radio Stad Den Haag. Even lekker door met de muziek. Hier is Sars en Encore une fois. Nee, die moet ik niet hebben, jongens. Nee, die moet ik niet hebben. Die moet ik niet hebben. Deze moet ik hebben. U luistert naar Michiel van der Brugge. Mesdames, messieurs, le disc jockey Sars est de retour. Zach est de retour. DJ actief. Hetzelfde eigenlijk als JD, Robin Albers, ook nog steeds actief in de dance en de scene. Daar is hij nog steeds hard mee bezig en dat is alleen maar leuk. Om dat soort oude knarren weer lekker bezig te zien. Kijk naar mezelf. Maar dan niet als, ja goed, als radiomaker dan in dit geval. Voor de rest, Lipschitz, die vroeg even om een Radio Gaga van Queen. Maar als ik de videoclip zou willen draaien voor jou, dan is die videoclip niet echt best qua kwaliteit. Ik heb hem iets beter op audio gebeuren. Dus als je dat beter vindt. Maar als je zegt, nee Giel, nee. Je moet echt even die videoclip draaien. Dan ben ik natuurlijk van plan om dat te doen. Ik zou daar niet nee tegen durven zeggen. Nee, dat doen we niet. Hè? Raoul Lipschitz. Ook nog Deepers Mode komt er zo meteen aan. Ik heb 2 Deepers Modes. En Raoul Lipschitz, zeg even tegen mij of je de plaat wil horen van die, hoe heet dat nou, A Question of Time. Of Enjoy the Silence.
Dus Question of Time of Enjoy the Silence. Daar mag je even tussen gaan kiezen. We gaan deze dag van vandaag, op deze 10e juli, gaan we eens even terug naar het jaar 1982. Ja. Ach, iedereen zat bij top op. Voor de televisie met de natte haartjes. Naar een danser te kijken, de broer van Humberto Tan. Die zit ook in deze videoclip. Maar zij kwam met die Prins Mohammed als June Lords binnen op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. En dat was in 1982. Luister mee naar June Lords en Prins Mohammed en Someone Loves You, Honey. I wanna share. Oh, call it me, they say that one time, that one time. Got me say two time, that
Eigenlijk houdt het een beetje van op ieder potje. Past een dekseltje. Ja! Somebody Loves You Honey was dat van deze John. Two Lords and Prince Mohammed. Ja. Prachtige plaat uit 1982. Ja. Dames en heren, ik heb hem even wat gedownpitched. Want deze plaat die komt echt rond over de 160 beats per minute uit. Maar ja, jij vroeg hem aan. En waarom zou het ook niet kunnen? Dus het wordt even een soort van Eurobeat, maar dan in de hardcore. Hier is, dames en heren, June. Do it, June. Of dan de dunne, kan je ook zijn. And a million miles from home. Hier op je stad Den Haag, in de Freewheel Show. Suggesties zijn welkom. Doe dat even in de chat. Hierbij jouw stad Den Haag. Den Haag.
got it all now. Got it all, figured out. Got it all, now. Got it all, got it all figured out. Got it all, got it all now. Got it all, got it all figured out. Got it all, got it all now. Got it all, we got it all figured out. Oh ja, van de begin tot het eind, 3:07, was dit deze Thomas Azier. En dat heette heel erg mooi Berlin. Het ging waarschijnlijk misschien ook al bij Job Berlin. Hij heeft ook nog Babylon, Cole, Sterling, Colt, Winners, Talk to Me en nog veel meer plaatjes gemaakt. Deze Thomas Azier, het is een, komt uit Duitsland deze man. En hij woont tegenwoordig in Amsterdam, deze man. Nou, dus moet ik je uitnodigen hier in de studio, deze Thomas Azier. Hartstikke leuk dat je deze gesuggereerd hebt hier op dit radiostation. En fijn dat je er nog steeds bij bent in dit programma dat heet de Freewheel Show. LT, ja, ja, ja. Ik zie de Wicked hier nog voorbij komen met Save Your Tears. Maar dat gaan we zo meteen nog even doen, hoor. Andy Roos, bedankt, hoor. Ja, Deepest Mode wil Raoul Liefsies toch een soort van Bronski beat geval hebben. Dus gaan we een Deepest Mode draaien. We gaan niet A Question of Time draaien. We gaan niet Enjoy the Silence draaien. Maar we gaan dus een Deepest Mode Bronski beat draaien. Ja, op YouTube doen we dat zo meteen. Oh, kijk, ook een Bananarama hier op YouTube voorbij met Look on the Floor. Dat is ook een goede plaat. Het is maar even een suggestie, hoor, maar. Dames en heren, van een Thomas Azier die uit Duitsland komt en tegenwoordig in Nederland woont. Ja, gaan we ook naar lekker weer Duits. Ja, het is niet gatvaar, maar wat is het lekker Duits? Hier is Silent Circle.
Je kan hier altijd heerlijk op paard rijden. Ja, 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 lekker hoor. Touching the light. Circle was dat, het heette The Touch in the Night. Ik heb gekeken voor je, wie was het ook alweer? Raoul liep iets, maar ik kon hem even niet vinden. Maar deze heb ik dan wel voor je. Ik hoop dat je hem ook leuk vindt. New Order, Deepish Mode en Daft Punk. Ik vind hem ook wel gaaf. Luister er maar naar. Lekker was dat, hè? Deepish Mode met New Order en Daft Punk. Ja! En er is er iemand jarig. Geboren 1976. Hij is vandaag 47 jaar hoor. En hij zat in deze band. Hier zijn de Benga Boys. En Parada di Teta. La parada de tetas.
zegt tienermuziek. En de ander zegt hier zo van Ter Parada des Tepels. De tetas de tepel. Dat soort geiten, dat soort onzin. Heel leuk. Een beetje sound geript, zegt Pink Dude. The sound is ripped of the Sun Club met Fiesta. Dat zit er echt inderdaad al in. Ik weet dat de Sun Club, was die eerder? Of waren de Benga Boys eerder met deze plaat? Daar moet je even goed over nadenken. Dat weten we eigenlijk niet. Maar Michiel Van Der is ook al gearriveerd hier in deze radio-etablissement. En hij zegt al, komt hij binnen. Waar is de rest? Nou, die is er nog niet. Ja, Marcel die zit natuurlijk met het feit dat de weg afgesloten is. Maar goed, die zal ook wel in deze tijd komen binnenwandelen. Anders gaan we gewoon nog even door met de Freewheel Show. En dat maakt ook niet zoveel uit. Hij heeft het medegedeeld dat het af en toe misschien wel eens wat later zou kunnen zijn. Hier in de Freewheel Show hebben wij ook weer zo'n mooie plaat. Iemand zegt dit is een zomerse plaat. En dat is het zeker. Je hebt daar vroeger misschien nog wel mee gespeeld. Ik had er een pleurenzekel aan met al die kutschroefjes. Maar het heette Meccano. Het is Activate My Heart. U luistert naar Michiel Van Der Brugge. Activate My Heart.
Hypnotica. Hypnotica, zoals het eigenlijk uitgesproken moet worden. En deze Mercado heet natuurlijk Activate My Heart. Als je een heel mooi mens tegenover mij zet, die langzaam alles uittrekt, dan wordt mijn hart geactiveerd. Dat is logisch. Nou, we gaan eens even naar de heren Johnson, onder andere Rigera. En deze Johnson Rigera kennen we natuurlijk van het geweldige Babos a la Playa. En natuurlijk Not and Go Dinero. Heb je al gedineerd? Nou, dat is lekker. Dan mag het jou bekomen als je net klaar bent met eten. Marcello is inmiddels ook gearriveerd. En straks om 9 uur gaan we lekker beginnen met Diventi d'Azzurro. En dit is een minder bekende plaat. Maar ik moet zeggen, wel aardig dit. Hij gaat ook lekker snel. Ik heb hem iets gedownpitcht. En ik zit op 137 beats per minute. Van deze Rigera. Het is 3D. Ja, ik kwam er later de brilletjes vanuit. Zoals Clan 6 heeft een 3D-dance gemaakt. Gaan zeggen. Ik ben niet vergeten hoor, Andy, als je tenminste nog luistert, want deze vroeg je aan namelijk. We hebben de videoclip gemaakt erbij. Here's the weekend op je radio Stad Den Haag.
hartstikke goed bezig deze The Weeknd. And save your tears for another day. Hier op je radio, Stad Den Haag. We hebben de officiële music video hier voor jou gedraaid. Poem. Hij is er niet meer. Deze man van The Weeknd. Ik zou zeggen, dames en heren, aan de andere kant van de radio, mensen van de radio, mensen van Radio Stad Den Haag. Ik zou zeggen, kijk uit, want daar komt-ie.
was dat van deze Eight Wonder and I'm Not Scared. Jij vroeg hem aan hier in deze Freewheel Show. Jongens, we moeten weer snel opschieten, want wij zijn bijna klaar met deze radio-uitzending. Nu tussen 7 en 9 uur. Ik hoop dat je met veel plezier geluisterd hebt naar dit radioprogramma. Zometeen nog een heel leuk radioprogramma. Dat doen we daarom tussen 9 en 11, 11:30 zal het wel een beetje gaan worden. Met Die Venti Danzuro. Vandaag is nog jarig Miljuska Witzenhausen. Je weet wel, ze is 38 jaar geworden. Deze heerlijke vrouw die goed kan koken ook. En Rick Veldenhof is vandaag 75 jaar geworden. Gefeliciteerd. En als je ook jarig bent, vanaf deze kant zeggen we gefeliciteerd. Nou, dit is hij dan. De plaats waar wij deze Freewheel Show mee gaan eindigen. Hier is Bobby Orlando. And another knife in my bag. But when it comes to you, the more I know you want me, the less that I want you.